Een tik in je gezicht of een tik op je beel. Dat ja. je kan dus inderdaad onwijs fijn zijn en onwijs lekker zijn, mm -hmm. maar krijg je gewoon een vuist in je gezicht? Ja. 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 Dat is gewoon te veel rondgroeien. Dat is gewoon. Ik zie het dat is natuurlijk ja. en, 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 en helemaal oké okay als je dat wel relaxed vindt tijdens de seks. Maar gaat het dan om de pijn of gaat het dan om de vernedering? Ja, dat is ook inderdaad een goede vraag. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Opzoek naar seksualiteit. Yes, hallo. Hallo, hebben we er zin in? Ja, ja? we zitten weer lekker met z'n tweetjes. Ja, dat is wel fijn hè? Ik vind het echt heel erg leuk en gezellig. Ja, het praat toch anders. Ja, echt waar. Ja. 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 Hey, wij gaan het uh, vandaag hebben over seks en lekkere pijn. Ja. En eigenlijk een beetje omdat um, er wordt natuurlijk heel veel gesproken over seks en pijn. En vooral over niet fijne pijn. Mm -hmm. um, maar er is ook gewoon pijn die wel lekker is mm -hmm. bij de seks. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we het daar ook eens over gaan hebben. Ja, want waar mijn allergrootste vraag der vragen is eigenlijk gewoon: van hoe kan het nou weer dat, dan, dat pijn dan, dan dus lekker voelt? Dat er eigenlijk dat er mensen zijn die kikken op pijn. En, ja. en, en heeft iedereen dat dan? Of is dat alleen voor bepaalde mensen weggelegd? En is, zijn dat alleen hele gekke fetishes en kinken? Of is dat gewoon ook heel normaal in je, om in je normale seksleven altijd te willen hebben? Weet je, dat zijn allemaal dingen die ik me eigenlijk wel afvraag. En ik heb wel het gevoel dat jij daar wel het een en ander over weet. No pressure. <laughs> ja. Nee, maar dat is wel. Ik denk wel dat dat een heel interessant iets is. En hopelijk waar de luisteraar ook uh, benieuwd naar is. Ja. En ik denk wel dat het heel belangrijk is. Hè, als je het hebt dus over, over lekkere pijn. Daarom staat er ook lekkere pijn. Ja. Dat Echt wel een heel groot verschil is tussen uh, zelfgekozen pijn die lekker kan zijn en de pijn die je ervaart um, als gevolg van te weinig opwinding, wrijving. Uh, mm. Echt, echt de pijn die helemaal niet fijn is nee, en die nee. je juist heel erg kan belemmeren. In de seks, tot op het punt dat je helemaal geen zin meer in seks hebt, omdat het dus zoveel pijn doet. Ja, en dan bedoel je specifiek pijn bij penetratie. Uh, ja, bijvoorbeeld of bij vingeren, of Überhaupt dat... al bij contact, wrijving. Ja. Ja. ja, en de... dat is inderdaad wat ik me herinner dat toen, toen ik net begon met seks, dat vingeren, als iemand anders, een, een, meestal een man, mij vingerde. Er kon het soms gewoon zelfs pijn doen omdat het allemaal niet soepel en nat genoeg was en hetzelfde voor penetratie en dat zijn natuurlijk niet helemaal de fijne de fijne pijnen die je niet wil. ook en dat is ook niet waarvan je moet denken ah joh laat maar zitten en uh, dat hoort er vast bij dat is wel echt iets waarbij je nou ja, een soort van aan een spreekwoordelijke bel moet trekken en uh, waarom zeg je nou weer spreekwoordelijke bel <laughs> gewoon aan de bel letterlijk moet trekken letterlijk aan de bel moet trekken gewoon letterlijk ja. aan de bel nee ik zeg ook al dat pijn uh, is uh, seks is pijnvrij, tenzij het zelfgekozen pijn is? Ja, helemaal mooi. Ja. En dat is echt een heel groot, heel groot verschil. Ja. En het bijzondere is ook dat veel van de pijnklachten uh, die er tijdens de seks worden ervaren, die niet fijn zijn, dat zijn pijnklachten uh, bijvoorbeeld bij penetratie of bij uh, wrijving van vulva. Of dat moeten we ook niet vergeten bij mannen, hè, mensen met een penis, die kunnen ook gewoon pijnklachten ja, ervaren. Dat vergeet ik soms inderdaad. Absoluut. En het bijzondere is als je dan kijkt naar de zelfgekozen pijn, uh, de pijn die dus lekker kan zijn, mm -hmm. dat dat als ook vaak pijn is die wordt toegediend. pijnprikkels die worden toegediend, juist op andere delen van het lichaam. Ja. en niet zozeer op, op de geslachtsdelen of op borsten. Ja, nou, borst op borsten weer wel. Kunnen, ja, geslachtsdelen. Ja, want ja, als jij het, ja. als jij het uh, denkt aan. aan um, P lekkere pijn. Um, ja. wat, voor, wat voor manieren van stimulatie komen er dan bij jou op? Mm, nou, ik denk dat iedereen gelijk moet denken aan even op een, op een bill slaan. Mm -hmm. Of mm. in, een, in het gezicht slaan. Oh, dat vind ik altijd oh, al heel extreem. Ja, dit ligt, ja. die ligt voor mij ook wel echt op het randje. Uh, nou, ten... Maar is dat dan lekker of is dat vernederend? Nou, ik heb het zelf dus wel eens ervaren. Ja. Ik vind het niet altijd leuk, want inderdaad, het zit zo erg op het randje dat, dat, dat ik dan denk, uh, ja, inderdaad, vernederend. Maar die pijn scheut. Ik, ik probeer hem soort van terug te halen, want het is een tijdje geleden wel. Die, 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 die pijnscheut doet wel iets met mijn, met mijn opwinding, zeg maar, maakt het beter. Ja. zeg Maar, maar heeft, een, heeft Jesse wel positief... eens in je gezicht slaan? Ja. Oh, ja. Ja, <laughs> ja, ja. ja dit is, dus, ik moet zeggen dat ik het ook wel spannend vind om dat te zeggen, want soms luisteren mijn ouders ook wel eens. Een... Maar goed, dit was dan... Maar dat is met consent. Jazeker, ja. Uh, niet dat ik dan zeg sla me in mijn gezicht, maar wel dat uh, hij het doet en dat hij wel aanvoelt dat dat het moment is om het te doen, zeg maar. Uh, maar ik heb ook wel eens, dan kan ik ook heel eerlijk toegeven, uh, ik heb ook wel eens een moment gehad dat ik er dus van schrok en dat daarna de seks ook gewoon klaar was, omdat ik aangaf van dit ja. oh wacht even, ik uh, merk dat ik hier nu even niet uh, in de mood voor ben. Dus die lijn is gewoon ontzettend dun. Maar uh, ja, al billen slaan, dat is eigenlijk dat is bij, ik denk dat dat bij ons bijna wel standaard is of zo. Dat doe ik ook bij hem, dat is ook vaak gewoon voor de grap of een spel of überhaupt als we niet eens met seks bezig zijn, doen we dat. Mm -hmm. Dus dat is gewoon ook wel als een beetje een grapje. Um... Ja, dus dat zijn wel de, de belangrijkste dingen. Ja, en, en choken is ook wel iets waar ik dus gelijk aan denk. En dat heeft, dat als ik erover nadenk, doet dat misschien niet per se pijn. <laughs> Daar hadden we het natuurlijk wel... net over. Ja, we hadden het er van tevoren al even over. Ja. Dat dat voor ja. jou iets is wat in ieder geval bij jou opkwam. Hè? En choken, dat is dus een soort, nou ja, wurgseks. Ja, wurgen wurgen vind ik dan weer gewoon. Ja, zo, ja maar on, dat is wel makkelijk ja, klinken. Ja, lekker, lekker plat Nederlands. Ja. Maar wat is. Um, dat kan veel meer gaan over macht mm -hmm. en het choken zelf gaat veel meer over wat het afknijpen van de keel en daarmee het zuurstoftekort wat er ontstaat mm -hmm. in de hersenen, dat is wat daarin um, lekker Voelt. En dat is wat daarin maakt dat, dat uh, zeker veel vrouwen ervaren dat ze dus dan um, uh, niet meer bezig zijn en de controle als het ware moeten mm. loslaten en de remmingen gewoon loslaten. Uh, en dat bijvoorbeeld het krijgen van orgasme dan makkelijker wordt, mm. omdat letterlijk die remmen er allemaal af zijn. En doordat je dus je hersenen gewoon simpelweg zuurstoftekort krijgen, ga je ga je helemaal een soort van, nou ja, een beetje zweverig uh, uh, gevoelen. Ja. Heel grappig dat je dit zegt, want dat is precies wat ik herken. Als ik dat gevoel heb van minder zuurstof, dan uh, gebeurt. Als je, Jesse zegt ook wel eens van: wow, Linda, ineens, boem, mm -hmm. heel veel natheid en opwinding en alles. En, en ik ben zo benieuwd hoe dat dan, waarom dat zo werkt eigenlijk. Ja, het is gewoon letterlijk uh, zuurstoftekort. Als je zuurstoftekort ja, aan je maar hersenen hebt, dan je extra geil. Ja, um, dat gaat ook over dus het loslaten van de ja, remmingen. Misschien inderdaad. Zo interessant. Maar goed, dat zijn de dingen waar ik dus aan denk. Ja. En, en als we het echt meer hebben over je echt attributen gebruiken om elkaar pijn te doen. Dat, daar zijn we echt nog wel wat minder in. Ik heb natuurlijk ook al die pakketten van Easy Toys al jarenlang op rijden. De adventkalenders en weet ik het wat allemaal. Er zitten altijd wel light, BDSM-achtige attributen in, zoals een zweepje of een kaars met uh, kaarsvet wat dan smelt en wat dan ja, massageolie. En ben ik echt groot fan Ja. ja. Nou, wij zijn soms ook gewoon te lui oh. om dat soort dingen te gebruiken. Dat, dat sowieso. Ja, volledig mee eens. Maar, als maar je je zeker gevoen... als je het hebt over ja. lekkere pijn bij seks die massagekaarsen dus je steekt een kaars aan en dan het kaarsvet wordt wordt heet en dat kan je dan druppelen ja. op iemands lichaam ja. maar het is dan niet echt kaarsvet maar het is dan het is gewoon massageolie dus het is o -o echt wel echt bedoeld als massagekaars ja. um, het eigenlijk het jammeren daarvan vind ik vaak dat op het moment dat het op je huid komt dat het dan warm voelt ja. en dat je dan denkt oh, ja ja en dat daarna dus dat eigenlijk al, dat al weer. Heel snel weer voorbij. Dat is al weer voorbij. En, en als je dit met echt kaarsvet doet, is het dan gevaarlijk? Uh, ja, dat kan zeker wel. Want ja. daar zit andere. Daar kan dat je niet helemaal controleren hoe echt warm het dan wordt. Dus die kaarsvet, die reageert gewoon anders. Ja, precies. Dat lijkt me ook zo. Ja, dus als ja. je dat wil doen. Echt met massagekaarsen doen. Ja. En niet zomaar gewoon random uh, de, de, de kaars van de dinetafel pakken. Nee, precies. Uh, want dan kan je gewoon brandplekken krijgen. Of letterlijk krijgen. met vuur gaan spelen en zo. Nee, nee, nee dat lijkt me ook niet... Nee, nee, Hé, uh, nee. hey, maar wat dacht je uh, van uh, tepelklemmetjes? Ja, nou, die heb ik ook vaak in mijn handen gehad. Vaak ja? genoeg voor de grap op mijn tepels gezet. Maar dat vind ik niet fijn. Nee, Tenminste, nee. Uh, misschien moet ik het eens proberen als ik echt opgewonden ben. Dan zou misschien dat ik er anders op reageer. Maar nee, als ik, als ik een, een tepelklem... nee. Ik hou wel heel erg... Mijn tepels zijn heel gevoelig en heel, ik vind het heel fijn als er iets mee gebeurt. Maar vooral zachtere aanrakingen, zoals likken of gewoon strelen of whatever. Maar die maar een tepelkamer, dat begrijp ik ook gewoon niet. Nee, nee, ik heb doordat ik mijn borstverkleiding heb gehad... zit er gewoon iets fout in de, uh, in de, de, de zenuwen, oh, oh, zenuwen uiteindelijk. Ja. Dus oh. bij mij is het gewoon, doet dat zo knijter veel pijn. Oh, wel heel veel pijn. Ja, oh, echt oh, ja. Oh, dat is niet pijn. leuk. Nee, 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 dat is ook, maar dat is ook als het koud is. Mm -hmm. Dus dat is als je het hebt over pijnprikkels. Sommige oh. mensen ook bijvoorbeeld met ijsblokjes. <gat> ja. Nou, bij mij is het echt net alsof iemand ze gewoon letterlijk er snijdt, oh, 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 yeah. jongen. En dat is een hele nee, belangrijke niet, over van wat Wanneer is iets fijn en wanneer doet dan gewoon iets knijter pijn? Het moet dus niet te hard zijn. Weet je, een, 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 tik, um, een, 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 een tik in je gezicht of een tik op je beel... Ja. weet je, kan dus inderdaad onwijs fijn zijn en onwijs lekker zijn. Mm -hmm. Maar krijg je gewoon een vuist in je gezicht... Ja. Ja. <laughs> Dat is gewoon te veel van het groeien. Dat is gewoon. Ik zie het dat, ook helemaal van ja. en, en, en en helemaal oké okay als je dat wel relaxed vindt tijdens de seks. Maar gaat het dan om de pijn of gaat het dan om de vernedering? Ja, dat is ook inderdaad een goede vraag. En als je dan kijkt naar, want uh, jij zei ook van ja, hè, hoe hoe komt dat dan? En waarom is dat dan? Nou, het blijft ja. gewoon echt mega individueel. Maar uh, als je kijkt naar de hersenactiviteit, um, dezelfde hersengebieden worden actief bij pijn en bij plezier of genot of genot ja. ja plezier genot dat is een beetje, een beetje het wordt dan als hetzelfde uh, geschaald mm -hmm. um, en dat is heel bijzonder want daarin liggen dus pijn en genot liggen dus letterlijk heel erg dicht bij elkaar ja. omdat diezelfde gebieden geactiveerd worden en wat je dan vaak ziet is dat um, op het moment dat je dan die pijnprikkels krijgt mm -hmm. nou dan wordt op een gegeven moment wordt dat, een, wordt dat omgezet en krijg, ga je endorfines. Aanmaken. En ja. endorfines zijn pijnverzachtend, mm. waardoor je vervolgens weer meer pijn Nodigheid aan kan. Of, en wil, ja. Ja, en wat er vervolgens ook nog eens gebeurt, als je dus een beetje die pijngrens gaat verleggen, wordt je opiatensysteem in je hersenen actief. Wow. En dat is hetzelfde systeem als wat actief wordt bij drugsgebruik. Oh my god. Ja, dus daar zit echt een mega maar... genieus systeem achter, mm -hmm. waarbij dus pijn en genot echt heel erg dicht bij elkaar liggen. En waarbij dus die, dat vrijkomen van die, van die endorfines mm. en dat, dat activeren van dat opiatiesysteem... gewoon een enorme belangrijke rol spelen. Dus is, en, dan, en dat is eigenlijk dan de conclusie, is dan een beetje dat, uh, pijn, dat pijn en seks, het is helemaal niet gek als pijn en seks uh, voor sommige mensen heel veel met elkaar te maken hebben. Uh, nee, absoluut niet. Want ik heb heel veel vriendinnen die zich soms nog een beetje lijken te schamen voor het feit dat ze dan dat wel lekker vinden. Uh, dat ze wel houden van een beetje harde seks... en aangepakt worden en af en toe geslagen en dat soort dingen. En dan denk ik, huh, maar dit hoor ik eigenlijk... bijna letterlijk van elke vrouw. Dus in mijn hoofd is het best wel normaal. Ja, maar het is dus ook heel normaal. Ja. En wat daar vaak gebeurt, is dat op het moment... dat er zo'n pijnprikkel wordt toegediend... dat is ook vaak in, in een, een, een onverwacht moment. Want ja. je weet namelijk niet van tevoren... oh ja, over drie minuten nee, gaat hij nee, nee, over nee, nee, me op nee. mijn beeld slaan. Ja. Nee, dat is een, een moment... Wat, waardoor je weer even, zeg maar, wordt, wordt verrast. Ja. En die verrassingsmomenten, die element of surprise, dat werkt vaak in die opwinding ook heel ja, goed wat tijdens die seks. Zo leuk. Ik denk dat pijn eigenlijk in, alleen in een. Nee, wacht, dat klopt ook niet. Als ik, ik wou zeggen, pijn in een seksuele, alleen pijn in een seksuele context is goed of zo, uh, hmm. want op alle andere vlakken is pijn nooit eigenlijk nooit leuk. Hmm. Is het iets wat we hmm. kunnen stellen? Dat weet ik niet. Ik vind, dat vind ik te, ga ik ja, niet daar ga nee, ik beamen omdat ik het gewoon te spannend nee. vind ja, 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 uh, ja. om dat te kunnen beamen. Ja. Um, maar ik denk zeker wel. Alleen al, alleen al het feit dat het dezelfde hersengebieden zijn die geactiveerd worden. Ja, precies. Weet je, dat dus laat natuurlijk al zien hoe dat met elkaar verbonden is. Ja. Of het nou wil of niet. Weet je, ja. daar heb je weinig invloed. Nee, inderdaad. Op. Wat interessant zeg ik, had er nooit zo over nagedacht. Dat dat eigenlijk wel veel dichter bij elkaar ligt. Want ik heb het gevoel dat heel veel mensen zich hier misschien wel. Dus, nou ja, zoals ik al zei, een beetje voor kunnen schamen. Ja. Uh, maar dat het dus eigenlijk veel normaler is. Maar dat betekent ook niet dat als je. Geen, niet van pijn houdt tijdens de seks. dat dat. dat, dat nee, maar dat Het, gek is, het of is heel zo. individueel. Ja. En het is heel erg. Weet je, als jij altijd pijn gedaan bent. Weet je, als er sprake is van. van, van fysieke mishandeling of zo. Oh, ja. En jij. dan ben je dus. Al een, heel anders getraind zijn je hersenen heel anders getraind mm -hmm. in het ontvangen van fysieke pijn, en, in het integreren daarvan. Nu moet ik ook wel eens denken aan wat nou als je dus zeg maar hoe kaart je dat nou aan bij je bedpartner als je die behoefte voelt en want dat moet best wel, het is best wel iets waar je bedpartner ook misschien enigszins dominant in moet zijn en dat daarin als assertief en inderdaad dat durven en überhaupt dat initiatief nemen. Dus het is, lijkt me zo lastig als je die behoefte wel voelt om meer nou ja, laten we zeggen kinky seks te hebben. En hoe, hoe kan je dat dan samen, zeg maar, gaan doen... als de ene dat uit zichzelf gewoon niet in zich heeft? Nee, en dat is een hele lastige. Want dan, je, je, dat zeg ik ook steeds, weet je... als jij een dominante bedpartner wil, ja, dat is hartstikke leuk en aardig. Maar als jouw partner niet Zo is. dat... In zich heeft, ja, ja. ja dan is, komt het helemaal niet oprecht over. Als dat dus een beetje zo ge, nee, geforceerd wordt. Ik moet gelijk ook denken aan series waarin je dat dan ziet. Dat dan zo'n eigenlijk een beetje onzeker, die onzekere man die normaal in het leven niet zoveel voorstelt, of weet ik veel. Gewoon hoe echt dat dan mm -hmm. in series wordt. Uh, stereotypering en zo. Dat die dan gaat proberen een soort van zijn vrouw te domineren. En dat gaat dan helemaal mis. En dat is eigenlijk gewoon heel awkward. Ja iemand slaan, weet je, dat is nog best wel voor ja. heel veel mensen best wel heftig. Ja. Um, een tik op de bil geven, dat is denk ik al veel laagtrempen. Ja, hè? ja, ja, denk het ook. En als je nogmaals, favoriet, absoluut, um, die massagekaars, hè? Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk een iets wat, milde, je, wat je ja. op een hele milde manier gewoon samen kan ja. doen. Op een hele intieme manier. Zonder dat je gelijk met van die... Je hebt van die... Hoe noem je dat? Van die, zweepjes. Ja, of een zweepje. Maar je hebt ook van die rolletjes ja. met van die prikketjes oh. oh, erop. Oh, ja, inderdaad. Um, daar denk ik van die BDSM... Die dus gebruiken ze ook vaak bij de, bij de BDSM. Oh, ja. Um, daar moest ik even aan denken. Weet ja. je, ja, als je dat te heftig vindt... Die snap ik. Mm. Weet je, maar bijvoorbeeld zo'n massagekaars of even een tik op de been. Ah, een beetje bijten. Uh, een beetje, een knijpen. beetje bijten. Nagels in de rug. Vind ik ook leuk? Oh die komen er wel inderdaad. Die was er ook nog even bijten. Nagels in de rug. Veel, uh, veel, veel uh, mannen vinden het bijvoorbeeld lekker dat, dat, dat je eventjes extra uh, kracht zet, extra druk zet, bijvoorbeeld bij het masturberen. Dat kan ook net even oh, ja, voor een extra ja, ja. prikkel zorgen. Ja. Dus je hebt heel veel manieren waarop je met stimulatie kan spelen. Mm -hmm. En als je het dan net even wat harder doet, net even wat meer die nagels ja. erin zet, dan kan het net even een pijnprikkel worden. Ja. In plaats van dat het een andere sensatie ja, is. Ja, ja, precies. Nou, zo leuk. Ik denk dat het helemaal leuk is om hiermee te experimenteren, mocht je benieuwd geworden zijn. Dus um, ja, dit, oh, dit is de laatste aflevering van het jaar. Ja, oh. Want we gaan de feestdagen in. Yes. Tum, 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 tum. spannend. En uh, dan komen wij volgend jaar komen wij terug met nog een paar afleveringen van dit seizoen. Ja. En dan gaan uh, we wilde plannen maken voor een volgend ja, seizoen. Ja, en dan yes. vanaf volgend jaar zitten we ook in de nieuwe studio. Ja, spannend. Dus, um, nou, maar we zijn leuk. er dus eigenlijk gewoon weer over twee weken. Ja, we doen wel dus, heel spannend dat jullie ja, maar, maar, maar jullie missen niet zoveel. Voor jullie ja. valt niet zoveel, want toen ja, niet zoveel. Nee. Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Ja, fijne feestdagen. Doei!